Telecomaanbieder T-Mobile past Android-telefoons van hun klanten aan. Daarmee wordt het mobieltje gebrandmerkt als T-Mobile-toestel, zelfs als het elders gekocht is. Tot die aanpassingen behoren opstart- en afsluitscherm, bel- en sms-toon en browserbladwijzers. Volgens de belminutenverkoper gaat het ook om optimalisaties voor het netwerk, zoals 4G-instellingen en NL Alert. De wijzigingen worden in een oogwenk uitgevoerd zonder toestemming van de telefooneigenaar. Ook is er geen sprake van duidelijke informatie vooraf. Na deze fratsen verschijnen er ook reclamenotificaties voor apps, zoals een Airbnb-kortingsactie met de mogelijkheid om die app direct te installeren. Dat is gelukkig wel te weigeren. T-Mobile noemt dit alles de toekomst van customisatie. En om steeds meer mobieltjes over te kunnen nemen, werken ze samen met fabrikanten als LG, Samsung en HTC. Wil je van de hoed en de rand weten? Lees dan ook het artikel op onze website.